Ja, het is vandaag zaterdag en zaterdag betekent 9 pleinenfestijn hier in de Efteling. Dus ik ben in de Efteling vandaag 9 pleinenfestijn vieren. Het is nog geen 10 uur vandaag. Het park is open tot 12 uur middernacht. En leuk dat jullie terugkijken naar Mr. Theme Park Fans. Veel kijkplezier met het 9 pleinenfestijn hier in de Efteling vandaag. En zoals gewoonlijk ga ik terug koffie gaan drinken hier in de Octopus. Nu, vandaag ga ik binnen zitten, want het is redelijk koud nu deze morgen. Ja, geloof het of niet, het is hier echt wel koud vandaag. Ik neem geen trui mee, omdat ik zo zeg van, ja, ik moet dat toch een hele dag meeslepen, dus ja. Efteling traffic voor de koffie. Wow. Net een kopje koffie binnen en kijk eens waar ik nu loop. Naast de werf van Symbolica. Ja, Symbolica opent volgend jaar als alles goed gaat natuurlijk. En dat is ook meteen de nieuwe attractie van de Efteling. Voor het 65-jarig bestaan bouwt de Efteling Symbolica. Het ziet er alleszins al mooi uit momenteel. Maar goed, er moet nog veel aan gewerkt worden, er moet nog veel gebeuren. Eerlijk gezegd, ik kijk niet echt uit naar de opening van die attractie. Ik heb zoiets van, is het open, is het goed, dan kom ik en ik laat me verrassen. En dat is het ene wat ik ga doen. Ik ga naar de Vliegende Hollander, altijd de eerste attractie van de dag, de Vliegende Hollander. Yeah.
Hier ben ik dan, de Vliegende Hollander. Oh yeah, ga er reis op maken, ik ben er klaar voor. Het wordt super plezant, wordt er niet te nat, dus dat is super. Leuk zeker. Maar even op plaats kunnen staan. Ook eens staan. Moet even. Ja. Ja.
was weer een super onderuit op de Vliegende Hollander. Ik heb onderuit gefilmd, dat was heel cool. Ik ga nu naar de volgende attractie. Ik denk dat ik Python ga doen. Dat is ook altijd een keer leuk om te doen. De Python attractie, de populairste attractie ook van de Efteling. Het klassieker van de Efteling, dat je bijna nooit mag overslaan. Dat is super leuk, ik ga daar naartoe gaan. Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Daar? Papier? Papier? Daar? Papier? Daar? Minuutjes wachtrij voor de Python, dat valt best wel mee vandaag. Ondanks het 9 pleine festijn is vandaag op een zaterdag. Maar denk dan de meeste bezoekers deze middag gaan toekomen of deze avond. Want het is zoals ik al zei, geopend tot middernacht. Ja, vanavond is het hier een en al feest. Overal waar je gaat is het feest. Dus dat is toch fantastisch, hè? Dat is zalig. Hè? Daar kunnen jullie deze avond gewoon van meegenieten. Van het 9 pleine festijn hier in de Efteling. Maar eerst een ritje maken op de Python en het park ontdekken. Ravelijn, Jokiajet, Carnavalfestival. Van alles en nog wat. Heel veel te beleven hier in de Efteling. Maar nu eerst de Python trotseren. Wow, de Python. Wow. De wachtrij. Onride op de Python hebben we ook al terug gehad. Eigenlijk was het best niet lang aangeschreven. 10 minuutjes, ze reden op 2 treinen. Ze waren goed van capaciteit vandaag. Nu, voor de Vliegende Hollander is het momenteel wel iets langer aangeschreven dan daarnet. Dat is wel leuk. En voor de Python begint het ook al aardig druk te worden. Maar ja, ik heb voor die twee attracties maar 10 minuten moeten aangeschreven. Dat is plezant. Ik ga nu naar de volgende attractie. Ik denk dat ik richting Carnavalfestival ga, zo naar Droomvlucht. Wordt superleuk. De wachtrij voor de Python is na mijn ritje momenteel 20 minuten. Ja, dat komt omdat Joris en de draak dicht is. Hij is momenteel dicht, helemaal gesloten. Misschien moet ik dat eens gaan tonen. 20 minuten voor de Python. Yo! Drakenstrijders, onverzacht. Luister wat de koning vraagt. De dappere die de draak verslaat, ontvangt 1001 dukaat. Aan de ridder die dit leest, trekt een strijder tegen het beest. Maar momenteel gaat dat niet lukken, want hij is gesloten. Oh nee. Ja,
Maar voor ik verder ga, is het tijd om aapjes te filmen. Wauw! Is de ingang en dan heb ik zo gewandeld langs hier, langs Polles Keuken. Dan zijn ze hier symbolica aan het bouwen. Dan moet je hier wandelen, hier afslaan, zo verder gaan, zo over de brug, langs hier gaan, zo en dan kom je hier uit. Wat heb ik dan gedaan? Ik heb verder gewandeld naar daar en dan zo naar de vliegende Hollander. Die staat daar. Wauw. Dan heb ik naar de Python gegaan en zo verder terug naar hier. En nu ga ik naar daar. Jullie hebben net mijn route gezien dat ik daarnet heb afgelegd. En jullie weten ook al direct waar ik nu naartoe ga gaan. Want ik heb het aangeduid met mijn vinger. Goed, wat er wel vandaag heel raar opvalt. Ik was even aan het zien dat er andere mensen waren. Ik ben hier nu helemaal alleen. Ik heb namelijk een Walt Disney World t-shirt aan. En weet je wat het grappige is? Iedereen zit zo te kijken van, what the fuck heeft hij nu aan? En daarnet terug. Iedereen zit zo te kijken van, what the fuck heeft hij nu aan vandaag? Walt Disney World in de Efteling. Ja, dat ik dat wil aan doen, doe ik dat aan. En dat jullie dat niet leuk vinden, dat is dat jullie probleem. Maar ik doe nog altijd aan wat ik wil. En andere mensen staan kijken, maar ze ook een aan doen. Zo, hallo! Je hoeft niet weg te rennen, schat. Hallo allemaal! Oh, wat leuk om hier te zijn! Ja, en iedereen is er! Ja, iedereen is er hoor! Leuk. Zo leuk! Zeg je het? Ja! Ik heb zin in een nieuw avontuur! Ik ook! Echt waar? Ja! Oh, zullen we vertrekken dan? Ja, leuk! Als dan alle kleine kinderen even hier voor op de grond komen zitten, dan kan ze iedereen extra het zien. Goed zien! Ja! Kom maar gezellig zitten! Oh, gezellig! Ja, we gaan op reis! We gaan op reis! Ja! Daar gaan we! Komt-ie! Kijk jij wel eens naar boven, heel hoog in de lucht. Dan zie je Jopie vliegen en oei zegt de wind. Met een harde zucht, Jopie en Jet gaan de wereld rond. Op zoek naar avontuur, in een luchtballon. Jopie en Jet gaan de wereld rond. Jopie en Jet hebben altijd dikke pret. Ja, hallo allemaal, ik ben Jokie. En ik ben Jet. Ja, en samen reizen wij de hele wereld rond. Klopt, ja. De luchtballon. Hé, maar Jet, ja. Waar zijn we nu geland? Eens even kijken. Weet je het al? Oh, ik zie het al. Ja? We zijn in Nederland. In Nederland, ja. Echt waar? Klopt. Oh, maar als we in Nederland zijn, dan wil ik graag de tulpen zien. In Nederland zijn tulpen. Ja, de Jokie zoekt ze boven zee. Ja, boven de zee. Ja, daar vind ik ze misschien. Jammer, Jokie, nee. Oh, nee, niet boven de zee. Oh, niet verder, Jokie, naar dat veld. Wow, daar tulpen wat veel. En wat een mooie kleuren. Rood en wit en roze en geel. Vliegen, vliegen verder. Vliegen door de wolken in de zon. Vliegen, vliegen verder. Vliegen lekker in de luchtballon. Vliegen, vliegen verder. Vliegen door de wolken in de zon. Vliegen, vliegen verder. Vliegen samen in de luchtballon. Jopie is heel gek om
vieren. Ja, dat klopt. Hij wordt altijd reuze blij. Oh, heel blij. Van die lieve leuke dieren op de dierenboerderij. Ja. Kijk eens op. Oh, je speelt daar in de ja, klas. Ja, een hond, hij blaft. De hond die zegt waf, waf. Hij is de allerliefste. Die ook al? Ja, die ook al. Zeg maar, wie vind jij de liefste jongen? De liefste? De allerliefste in de wijk. Okay. Van die leuke beestenboer hierop. De dierenboerderij. Jopie en Jens, die helpen ze vandaag. Jokie dokie, helpen jullie mee. Jokie dokie, doe maar net als twee. Want dan is alles weer oké, ja. Zo goed gedaan, Bojet. Zeg Jet, dan is het nu tijd om te vertrekken. Oh, nee, wacht even. Nee? Eerst nog op de foto. Op de foto? Ja. Ja, maar met wie dan? Wie wil er met ons op de foto? Nou, wie wil dat allemaal? Oh, dat zijn best veel kinderen. Ja, oh jee. Misschien moeten we dan even een rij maken. Oh ja, dat is wel echt een goed idee. Een ritje op carnavalfestival mag natuurlijk ook niet ontbreken na het zin van Jokie en Jet. En daar ga ik nu naartoe gaan, carnavalfestival. Olé! Wow, daar is hij al. Zware. Oh,
Festival. En nu een vraagje voor jullie. Hoeveel jokies en hoeveel jets hebben jullie gezien in de onride? Laat het achter in de comments, want ik ga op vol erop. Yay! Ik heb een berichtje van de buurt.
even 20 minuten in de rij staan, dat valt ook wel best mee voor op een zaterdag. Ik ga mij toch een ritje wagen op de attractie. Die je niet mag overslaan in de Efteling is de Droomvlucht. Ja, het is momenteel 55 minuten aangeschreven, dat is bijna een uurtje, dat is normaal voor een zaterdag. Dus ik ga mij trotseren, ik ga de wachtrij in. Ik ga op Droomvlucht, wauw. Iets wat er altijd heel tof is, een winkel in de wachtrij. Super cool allemaal. Ik ben er volledig wachten, dus ik heb wel nog een wachttijd voor u.
Dat was hem weer. Onderuit op de droomvlucht. En nu ga ik naar het tweede paard gaan eten. Jee. Het Witte Paard, een van mijn favoriete restaurants hier in de Efteling. Meestal is het hier ook niet zo druk, dus dat is wel heel leuk allemaal. En je hebt hier nog een leuk buffet waaruit je kan kiezen, dus dat is super tof. Hiervoor betaal je namelijk 13,06 euro met Efteling abonnement. Nu. Het is goedkoop en niet goedkoop. 13 euro valt best wel mee met een drankje. Dus ik ben content. Wilt u daar een soepje bij, dan is dat iets van 16 euro of zo. Dus dat is goed. Je hebt daar wortelen bij. Je hebt daar boontjes bij. Super lekker. Dan heeft de stoofvlees. En die stoofvlees hier is echt wel heel lekker. Mega lekker. Goed. Mensen, ik ga dat hier nu opeten. En dat top is, dan ga ik mijn leegbord terug doen, zoals gewend. Smakelijk voor de mensen die ook aan het eten zijn. Alles is op. Een bord is op. Het was een beetje duur voor hetgeen dat was. Goed, ik had misschien 4, 5, 6 stukjes vlees. Voor de rest was het al. Het is nu 13:38. Ik ga nog kijken of ik wel ergens naartoe kan gaan. Want ik heb een kaartje gereserveerd voor Ravelijn om 14:30. Dus ik heb eigenlijk nog een goede 30 minuten om ergens naartoe te gaan. Ik heb wel nog wat cola over. Wel goed. Met de cola erbij, 13,06 euro. Zo 6 stukjes vlees, beetje rondjes en rijst. Hier in het Witte Paard. Wauw. Ik heb mijn eerste pins gekocht hier in de Efteling. Alleen mijn eerste kepper al van de Baron. Ik ga ze een keer tonen. Ik heb er gekocht van 60 jaar Efteling, omdat volgend jaar 65 jaar bestaan is. Daarom heb ik dat gekocht. En van 50 jaar Indische waterlelies. Dat heb ik ook gekocht. Zo, ik ga mijn pakketje openmaken. Ik ga het een keer tonen. Ik vond dat eigenlijk wel nog een leuk happening. Zo'n pin met een jubileumjaar, dat is altijd wel plezant. 60 jaar Efteling en 50 jaar van de waterlelies. De Indische waterlelies, dat is altijd wel een leuk happening eigenlijk. Ik ga terug in mijn pakketje stoppen. In mijn zakje. Mijn pakketje in mijn pakketje. En dan krijg je daar zo'n leuk zakje bij. Wauw. En de looptiek is hier op dit plein. En ik ga daar zo dadelijk nog eens langs passeren.
En daar is de lotiek. Dat is niet zo ver. Dat is de pinwinkel. En het is maar enkel daar dat je pins kan kopen eigenlijk. Je hebt er geen korting op met je Efteling abonnement. Maar ja, dat is ook niet zo erg. Bij de piton. Dus wat kan je daar naartoe? Ja, bij de piton. Hè, Flynn? Ja, ik kan nergens geen kapje. Hebben jullie dat kapje gezien? Bij de piton helemaal. Ja. Oké, nou dan ga ik even kijken. Oh. Hebben jullie een roodkapje ergens gezien? Is het daar? Is het roodkapje daar? Oh! Ik vond al mijn hartstikke bot. Ik dacht echt dat ik er net zag. Nou ja. Ik ben hier! Ja, het is echt hartstikke flauw dit hoor. Ik zat gewoon achter de boom. Ik was bijna naar de Python toe gelopen. Nee, maar ik ga toch niet in de Python? Nee, maar ja, ik heb oma beloofd dat ik op jou zou passen. Nee, een verstoppertje. Ja, maar anders had ik geen appeltaart gekregen. Dat is waar, Ja. Maar je hebt me gevonden. Ja, gelukkig wel. Nou, want dadelijk mag jij je verstoppen dan. Oké, dat is goed. Okay. Maar dan kan je me echt niet vinden hoor, want ik heb heel veel goede verstoppen. Ik heb je dan. Ja, wil jij nog een graag op de foto dan? Jij, de wachtrijen van de dag. Het is mega druk vandaag. Het is overal meer dan een uur aanschrijven. Vanmorgen was het nogthans niet zodanig druk, maar ik denk dat iedereen wel laat toegekomen is, want nu is het overal een half uur tot een uur wachten. Soms zelfs een uur en een half. Maar ik ga Ravelijn gaan kijken, want ik heb een kaartje. Ja, ik ga die een keer uithalen. Zo. Dat is mijn kaartje voor Ravelijn en ik ga mij trotseren in de rij, want het is al een hele lange rij. Voor de eerste keer dit jaar kom ik naar Ravelijn kijken. Wauw. Joost! Lisa! Emma! Maurits! Ja, dames en heren. Sorry dat ik je zo kon binnenvallen, maar... Ja, ik ben mijn kinderen kwijt. Ja, wij wonen hier een stukje verderop. En vanochtend vroeg zijn ze er met z'n allen van door gegaan. Ja, ze zijn achter een paar raven zo het bos ingelopen. En daar zoeken ze nu een of andere magische poort. En ja, ik denk hoe lang dat er iets ergens is gebeurd. Ik zie zoveel mensen zitten. Ja, er moet toch iemand zijn die mij kan helpen. Jonge dame, weet jij misschien waar mijn kinderen zijn? Jij ze misschien? Nee? Of zo een tegenvallen zeg. Nou ja, iemand anders dan hier die mij op weg kan helpen. Ja, achter een doek. Dit doek hier bedoel je? Weet je het zeker? En ja, hoe kom ik daar? Ik kan er niet doorheen. Zal ik anders even omlopen? Ja? Oké, dankjewel. Thomas! Maurits! Ja, wacht op mij! Thank you.
Joost is weg! Ons broertje! Misschien is hij wel verdwaald! Treed binnen in de magische stad Ravelijn. Kijk, er staat iets op de poort. Ravelijn.
tegen mijn duistere krachten. Mijn wachten van vuur zal jullie vernietigen. Thank you.
is daar. Show is net afgelopen, het was heel mooi, het was weer superleuk. Nu voor de droomvlucht is het 17 minuten aangeschreven, maar ik heb 55 minuten gewacht. Dus ik ga nu ergens anders heen. Jee! Een attractie dat ik zeker niet wil overslaan is de pagode. Een half uurtje in de rij staan, het is heel lang voor een pagode, voor zo'n uitzicht van het park te krijgen. Maar goed, ik heb het ervoor over, want ik wil de werf zien van Symbolica. En daarom ga ik in de rij staan voor pagode. Ik ga hier een half uur mijn tijd verdoen om het park te zien vanuit de lucht. Wauw. Ja, ik denk wel, maar als het leuk is.
Na een uurtje heb ik een onride gemaakt op de pagode. Ja, het was nog een keer de moeite om te kijken vanuit de lucht naar het park. Ik heb heel veel gezien. Ik heb gezien hoe druk het hier is in het park. En jullie hebben dat ook gezien. Het was weer superleuk op de pagode. Een uurtje, het was de moeite. Yay! Olivier, hij helpt me altijd in handen.
Ja. Ja, op deze plek. Op deze plek kom ik uit. Hoe beter de wind, hoe meer kans op mooie vergaan. En iedereen kan voelen. En de bollen voelen zich zo naar. De schepen waren snoodwaard. Dat hij zei. Nou, kijk maar, John. Komt even een trein voorbij, hoe je dat doet. Ja, ik begon ons vandaag aan het winnen. Maar gelukkig ben jij kan. Gelukkig is een jager een dapper geworden. Ja, en die jager komt allemaal in. Door de extra moed die hij had verzeld. Van tevoren. En de jager, oeh, help me even. De jager leefde nog lang en... Oh, dat zeg je wel mooi. Ach, hoorde u dat, man? Ik hoorde het, ja. Gelukkig. En dat zit allemaal in die tak. Wil je niet een lekker boven mij? Oh, het is maar een pet. Oh, gelukkig. Niks ja, aan ik heb alle vormen dus goed, hoor. Hallo, hallo. Dag, hallo. Hoe gaat het met jullie? Goed hoor. Heel goed. En met jou ook? Ja, met mij ook, ja. Heel goed. Ja, goed zo. Als ik in de Efteling ben, ben ik altijd content. Oh, kijk, dat horen we graag, een groot grapje. Ja. Hé, hey, daar zijn jullie weer. Ik zie jullie vanavond op de eiland eentje. Ja. Tot vanavond. Tot vanavond. Kom maar. Hallo. Kom maar naar hem toe. Hallo. Dag, hallo. Hallo. Dit was een hele stoere foto. Kijk eens daar. Kijk eens. Kijk eens. Kunnen we aan? Nee, dat kan erbij. Oh, er is nog iemand erbij. Ellen, Amber. Papa. Snel, wat is het feest? Ik ga met een kapje staan. Dat is goed. Dank jullie wel. Ik zal zo lang naar het klaar. Oh jee. Nou, dan gaan we weer op het kapje. Noemie, kijk dan. Oh jee, yeah, welkom in de wachtrij van de Piranha. Ga er een uurtje voor wachten voor een onride te hebben en de rits op te maken. Ik ga de wachtrij trotseren. Ik ben hier nu op de onride Piranha. Yeah!
Dat was rats in onze boot. Dat was niet te doen. Ik ben dat. Let's not. Oké, en de laatste. We gaan naar beneden. Oh, het water. Oeh. Dit was hem dus. Onride op de Piranha. Yay. Met de laatste splash. Ik kom net uit de Piranha. En kijk eens. Half nat. Half droog. Wow. Wat doe je dat? Ja. De waterval heeft me volledig half nat gemaakt. Dat was het. Jullie hebben het kunnen zien op de onride. Wildwaterval. Rats in onze boot. Heel cool. Nu. Zo meteen begint het mee in Pleine Festijn hier. En ik ga me nu begeven naar mijn eerste plein hier in de Efteling van vandaag, van het 9 Pleine Festijn. Wat zeg je? Echt zo? Daar komt het sneeuw. Oh, wat? Dat is een bordje lezen. Je mag niet achterkomen. Maar het is simpel. Het is heel simpel. Ja, ik ben gewoon achter. Ja, mijn kansje? Ja. Dat is gewoon nachtig komt en dat schuimend grond is.